zijn vandaag in Noordwijk voor de 5e editie van de Mitsubishi Motors Beach Race voor mountainbikes. Fantastisch weer hebben we vandaag. Lekkere wind, maar voor de tijd van het jaar niet al te koud. We hebben een prachtige boulevard van Hotels van Oranje. Die mogen wij gebruiken voor start en finish van dit mooie evenement. Deelnemers hebben er zin in. We zijn onderdeel van de KNWU Lotto Mountainbike Strandrace Competitie. Dus de deelnemers staan allemaal op scherp, want we willen allemaal kort rijden voor het klassement. Dus ja, ik heb er heel veel zin in. Ja, ik heb vorig jaar ook voor het eerst gereden. En toen stond er nog hardere wind. Nu ook wel zuid, maar ik denk alsnog volle bak naar het keerpunt. Tegen wind wordt het tactisch spel. Kijken of we door de heren worden ingehaald en dan is het aanhaken. Ja, het zal natuurlijk een zware wedstrijd worden met de wind. Veel wind mee in het begin en wind tegen terug. Dus de finish ligt na een wind tegengedeeld, dus het zal een zware wedstrijd worden. Het wordt wel een tactische wedstrijd vandaag in ieder geval. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat. Texel is ook alweer even geleden, dus ja, je moet toch even voelen hoe je ervoor staat. Ik heb er wel veel zin in ieder geval. Officieel doe ik meestal gewoon mountainbiken, dus ik doe echt een mountainbike seizoen. Alleen mis daar een beetje het competitieverband, zeg maar. En dat vind ik heel leuk dat ze hier meerdere wedstrijden bij elkaar hebben gebracht in een competitie van 7 wedstrijden volgens mij. En dan heb je toch iets om voor een klassement om daarvoor te vechten. En dat vind ik wel een heel leuk ding. Dus daarom is eigenlijk ook de reden waarom ik uiteindelijk dit jaar voor het eerst meedoe. Ja, in Nederland is de strandrace natuurlijk ontzettend populair. Niet alleen voor de top, maar ook voor de brede sport. En dat is een heel goed teken. Iedereen die mountainbike heeft, kan heel makkelijk op het strand rijden. Het is iedere keer toch wel een ander parcours. Het is lekker aan het water, het is gezond en het is gewoon een heel eerlijke sport natuurlijk. Het is gewoon zo hard mogelijk trappen. Het is heel zwaar, dus er is niks oneerlijks aan. Het is gewoon de sterkste wind meestal. Het laatste stuk was heel bepalend, dus de lijn gekozen die ik van tevoren bij verkennen had uitgekozen als de makkelijkste. Ja, en blind rammen. Daar kwam ik boven en daarna was het nog een paar honderd meter naar de finish. En kwam ik bijna vriendelijk naar de finish en is een waar eentje gewonnen. Gisteren alvast het parcours verkend en een paar keer de finish en de start gedaan. Dus ik wist wel een beetje van welke route ik moest nemen. Maar dat blijft toch wel spannend. En ik had gewoon in mijn hoofd genomen, die lijn neem ik. En daar hou ik me gewoon aan en dat deed ik. En dat pakte gelukkig goed uit. Vorig jaar natuurlijk de eerste keer dat we bezig waren met de competitie. Dit jaar is het tweede seizoen. En we zijn hier met zowel een delegatie vanuit KNWU als de UEC. Zij hebben namelijk interesse getoond in deze competitie. Ze hebben gehoord dat er gaande is. En willen gaan kijken wat de mogelijkheden zijn om dit ook wat breder te trekken dan alleen Nederland. Een leuk onderdeel van de competitie is dat we dit jaar ook het Eneco Hollandse Windklassement hebben. Eneco wil graag onderdeel zijn van de competitie en daarom is dit klassement geïntroduceerd. De 10 snelste rijders op het stuk tegenwind, die komen in een klassement te staan. En de 10 snelste rijders krijgen dan uiteindelijk een uitnodiging voor het NK tegenwind fietsen.